Even kijken, wat had jij ook opgeschreven? Dat we in ieder geval de 11e dus in Dordrecht zijn, om vanaf Kinderdijk naar Dordrecht te lopen. En dan hebben we de 10e soort van even reserve, 9e aankomst door, 8e aankomst Amsterdam, 7e aankomst Den Haag. Dit had jij berekend, dat de afstanden die beloopbaar waren. Ja, ongeveer. Nou, ongeveer. Maar ook de Londen. En van Londen naar Darfort. Darfort. Dat ligt hier. Wat is dat te doen? Ja, gaat hier omhoog. Nee, dat, ik weet niet waarom dat is. Waarom is dat? Maar. Dit is naar aanleiding van de reis die man heeft gemaakt, denk ik. Oh, oké. Die had ik een beetje. Maar wel, volgens mij hadden we toen gedacht dat we naar. Darfort door. Dus je kan zo, maar hier is allemaal water, dus ik zou inderdaad... Kijk, wat we moeten proberen is om een beetje die plaatsen die hij heeft aangedaan, wat ik weet, hier de Gravesend, daar zijn we geweest, en Margate, maar daar komen we langs, toch? Want jij zegt, we lopen naar Rochester. Ja. Ja, maar hier is natuurlijk allemaal water. Dus en dan naar Sittingbourne, ja, want hij ging over het water en wij gaan lopen, dat is het verschil. Ja. En dan naar, dus gaan wij zo, ja, dat is wel jammer. Canterbury, maar goed, dat is dan niet anders. En dan, waar moeten we uitkomen dan? Margate. Hier. Oh toch, maar we kunnen niet zo. Nou ja, toch dat de route zo ongeveer was. Dus even kijken, Darfort, dat is dan hier. Dus lopen we dan eerst daar naartoe. Ja. Darfort, en dan daar. Maar we beginnen in Londen. Hè? We beginnen met een concept van Pixies. Ja. Dan moeten we gaan beslissen wat we gaan doen, hè? Hoe we dat naar buiten brengen. Kijk, Darfort hier. Ja, naar Gravesend. Ja. Ja, en dat ligt vlakbij het Rochester. Ja, dus dat klopt. Ja. Dat klopt. En dan naar Sittingbourne. Sittingbourne, ja, die zit echt. Ja, dus dat hadden we, dat zijn die afstanden, dus dat zou te lopen zijn. Ja, oké, dan van Sittingbourne ga je naar Canterbury en dan naar Margate. Ja, nou ja, dat komt ook maar door het water. Ja. Dus dat zit dan hier en dan kan je wel zo. Maar ja, ik weet hoe het is met water, want dan moet je natuurlijk met bootje. Dus dan moet je, en omdat ik dat niet zie hier, dacht ik, we lopen er zo naartoe. Precies. Maar dat moeten we gaan bekijken als we inzoomen. En dan hopen we dus dat we vanaf daar een boot kunnen nemen naar Hoek van Holland. Gaan we in het volgende hoofdstuk gewoon even kijken hoe we dat gaan doen, toch? Ja, zeker.